Hi Leo, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 36. En dat is van maandag 6 september tot en met zondag 13 september. We gaan de kaarten schudden om te kijken wat week 36 voor de Leeuw gaat brengen. Dan lijkt het Leeuw alsof deze week een beetje een week kan zijn van misschien wat uitersten bij elkaar. Ik heb het idee dat er een bepaald gelukstuk is waar je echt heel vrolijk van kan worden. Ik heb het idee dat je je van je beste kant kan laten zien. Dat het ook echt voelt als een heel vrolijk stuk. Maar daaronder lijkt een bepaald gevoel te liggen dat je voor jezelf niet helemaal kunt duiden. Ik heb het idee dat er een bepaalde gevoelstuk. Top lijkt er wel te zijn en dat je eigenlijk niet zo goed weet waar dat nu vandaan komt. Ik heb wel het idee dat je het merkt, je merkt dat er iets gaande is, maar je weet niet zo goed hoe je ermee om moet gaan. Het kan zelfs zijn dat je echt even jezelf terugtrekt om over dingen na te denken, maar ik heb eigenlijk een beetje meer het gevoel dat het niet helemaal lukt om erbij te komen, om het uit te spreken. Dat het vooral een stuk is van dat je merkt dat er even iets veranderd is of dat er een bepaald gevoel is waar je misschien zelfs nog niet aan toe wil geven. Maar dat is een stuk wat naast het vrolijke stuk ligt, hè? Dus ik heb ook het gevoel dat er absoluut veel vrolijkheid is. En dat stuk dat zorgt er misschien ook voor dat je het even wat laat liggen. En die emotie of dat gevoel wat je eigenlijk moet gaan verwerken, dat komt alweer terug op je pad op het moment dat je er misschien wat meer klaar voor gaat zijn. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.